Ja, welkom bij jouw Sportweekend. Ja zaterdag is het eindelijk weer zover. Het klassieke voorjaar met de Omloop, het nieuwsblad. Patrick Lefevre, wordt dat één voor jou, mannen? Ja, kijk uh, vorig jaar hebben we 65 koersen gewonnen. Ik moet eerlijk zijn, ik wist niet dat er op een jaar 65 koersen gereden werden. Dus ik denk dat we ze allemaal gewonnen hebben en uh, dat gaan we dit jaar opnieuw doen. Omloopend nieuwsblad, schrijf maar op. Dat is Oh ja, al oh, dankjewel Patrick. Um, ja we zullen zien in koers. Oh ja ik ben goed, maar oh, ja, we zullen zien. Um, ja ik ben blij dat Mathieu van der Poel uh, nog niet meedoet. Oh uh, want ja, hij had pijn aan zijn rug. Al Oh ik jij gelooft dat of wat? <laughs> nou, ik heb eigenlijk geen last aan mijn rug. Ik wilde eigenlijk gewoon een paar weekjes extra vakantie om Fortnite te kunnen spelen. <laughs> Fortnite kan ik misschien niet, maar Uno. Kan ik wel. En daarom ben ik grote fan van de mannen van Uno X. Want als die mannen enkele plus vier kaarten uitdelen, dan is de rest er aan voor de moeite. Uh, uh, ja. Ja. Ik wil. Ja, ik wil met het voorjaar gewoon, Ja, ik van regelmaat zijn. Ja, yeah, for sure Greg. <laughs> you know, I race now in een new team. Total energy. <laughs> I have new energy. <laughs> so you are totally fucked. Maar vrieg weer vorm? Ik heb goeds om uh, te koersen. Misschien win ik meer koersen dan Ah Ja, een Tour is een Tour. Ik krijg vooral nog een Tour de Vlaanderen. De Ronde van Vlaanderen. Dus ja, ik ben er nog nooit gevallen. Dus dan mee. Ik heb die koers ook nog nooit gereden. Dus ja. Uh, yeah. Um, ja, mijn doel is voorjaar. Um, ja, dat is niet om op het nieuwsblad te vallen, maar dat is um, commentaar geven bij de Michel Wetts tijdens Milance en Remo.